Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met de laatste aflevering van Voetbaltijd van 2022. Dit keer niet vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede, maar vanaf Grand Café, de Dominee, een van onze sponsoren in Oldenzaal. En we hebben publiek, geloof ik. Dames en heren, te horen. Onder meer mensen van de Business Club Klavertje 4 en nog wat aanverwante personen. En we hebben natuurlijk hier aan tafel zitten Youri Mulder. Yo. Ja. En onze vaste analist René Wagelaar. René, welkom. Youri, ben je al bijgekomen van die WK-finale? Nee, eigenlijk niet. Nee. Onmogelijk. Oh, ja, ongelooflijk. Heb jij ooit zoiets gezien? Ik heb nog nooit zo'n wedstrijd gezien, nee. Nee, jij wel? Met dit belang bedoel ik, hè? Sowieso wedstrijd. Een wedstrijd die op deze manier zich voltrok. Dat was toch ongelooflijk. Het was echt een waanzinnige wedstrijd. En ik denk dat het ook, weet je, met dat wisselen, hè, dat is, je kunt nu 5 keer wisselen. Ja. En dat is toch wel een voordeel, want ze konden... Ik geloof dat Argentinië 7 keer... Frankrijk 7 keer gewisseld heeft. Uiteindelijk. Hoofdblessure. Ja, concussion substitute. Ja. En dus dan heb je bijna een heel nieuw elftal erin... wat die wedstrijd ten goede kwam. Ja. Het werd steeds beter. Ja. Ja. Maar het ging vooral om 2 mensen. Waanzinnige wedstrijd. De missie van Messi werd uiteindelijk volbracht. Jij hebt ook een keer weer gekeken, René. Want je hebt eigenlijk die WK links laten liggen, zei je? Nou, ik heb alleen Oranje gekeken, zei ik. En heel veel wedstrijden niet. Omdat maar jij bent voetbalanalist, René. Maar ik kan niet alles bekijken, man. Dat betekent dat je een beetje moet kijken. Maar ik ga niet al die wedstrijden kijken. Jij wil dit programma groot maken. Voetbaltijd heet dat. Ja, dan moet je ook een keer een voetbalwedstrijd zien. Maar niet al die halve potjes. Dit zijn potjes. Maar je bent een liefhebber. Een puntje van de stoel heb ik gisteren gezeten, man. Zo mooi. En die potten heb ik niet gezien. En Oranje viel me tegen. Dus ik vond het niet zo heel geweldig. Ik vind de tijd van het jaar vond ik niet goed. Ik vond het land... Het was streng, lag dicht bij elkaar blijkbaar. Op hotelkamers gebeurde ook van alles, hoor. Is dat zo? Ja, dus allemaal aardig voordoen daar en ondertussen. Dus het geheel, ik vond niks. Mm. Nou ja, dan maar gisteren was een mooie pot. Nee, maar goed. Aldus René Wagelaar, Youri. Hij staat er anders in. Nee, ik ben gedeeltelijk daar wel mee eens natuurlijk. Ik bedoel, dat WK daar... Dat is huichelarij, man. Dat is één huichelarij daar. Ja, maar terug naar die finale, hè, want dat is even belangrijk op dit moment. Waar heb jij van genoten, vooral? De spanning. Ik denk, ik had verwacht dat Argentinië met de rust met 4-5-0 zou gaan leiden. Dat gebeurde niet. Het was 2-0. De manier waarop, fantastisch. Zoveel die tweede beter ook, hè? Ja, zoveel beter. En Frankrijk, dat liet zich helemaal wegspelen eigenlijk tot de 75e minuut. En die goal valt, 79. En in één keer draait de wedstrijd om. Ja. Is giga mooi om te zien, man. Die spanning op het laatst. Het had wel 5-5 kunnen worden, of 6-6. Ja. Kon alle kanten op. Ja. Ja. En dan de entourage. Dit is het masterplan van Messi geweest, hè, uiteindelijk. Is dit ook, Youri, dat wordt veel gesuggereerd, is dit ook het masterplan van de FIFA geweest? Hè? Dat Messi daar de troon zou gaan opeisen. Nou, dat die penalties wat makkelijk viel in die voorrondes en zo? Ja, 5 penalties is wel veel natuurlijk in totaal. En als je de penalties bekijkt, zijn ze ook wel... Ja, er is ook weinig naar de VAR gegaan. Alleen Makkeli ging naar de VAR. Met die tik op van die keeper, op die speler. En, Oranje was een terechte penalty. Maar kijk, dat idee werd natuurlijk ontkracht door... De penalties die Frankrijk ook kreeg. Ja, bedoel... in de finale zeker. Ja. En überhaupt bedoel je? Überhaupt. Nou ja, bijvoorbeeld gisteren die laatste penalty. Ja, als ze willen dat Argentinië wint, dan geven ze die penalty toch niet? Nee. Goed, de scheids was goed. Maar die penalty is er wel in, Youri, die toch achter tegen zijn kuit aanloopt. Die raakt hij eigenlijk 2 keer wel. Dat is wel een penalty, toch? Wij hadden het gisteren in de uitzending ook over en de meningen waren verdeeld. Er waren er die zeiden dat het een penalty was. Ik vond het een beetje een soort van botsing. Kijk, even kijken, wie ging er nou vandoor? Griezmann, geloof ik? Nee, publiek, help even. Di Maria, denk ik. Die speelde Dembele uit. Ja. En die ging er achteraan en die werd... Aangetikt. Ja, aangetikt. Ze liggen ook zo snel. Ja. Nou ja, goed. Maar ja, in ieder geval, het kan ook een botsing zijn. Ja. En dat was... Maar ja, ik denk heel veel scheidsrechters fluiten daar we toch wel voor. Ja, en die hensbal, die springt? Ja, dat is een penalty. Ja, ja. Ik ook. En belangrijke rol, er wordt een beetje weg onder het tapijt geschoten. Het gaat vooral over Messi, maar die keeper... Emiliano Martinez, die was natuurlijk fabuleus. In die vooral na de wedstrijd. Het is vooral een enorme klootzak van een vet natuurlijk. Ik heb er maar één, maar ja, de vijf. Hij houdt zo'n vijf, dan hoe kan. Ja. Maar hij was een geweldige keeper, alleen het is een straatrad eerste klas. Ja. Lekker dat kun je ook zien in zijn uitingen bij Nederland al toen en gisteren ook weer. Die man met die handdoek op het hoofd die er ook rondliep met zo'n... Kijk, bij die penalty. Die zat hij aan te kijken. Ik denk, oh, die daar meeliep met Messi, weet je wel. Dat is een of andere sheik. Je moet wel een beetje respect hebben. Ja, die heb ik. En die heeft dan zo'n hoofddoek op en dan liep hij daar mee. Dan denk ik, hij had echt scheid aan die mensen daar. Liet hij echt blij. Jawel, had hij die keeper. Ja, die keeper had scheid aan iedereen en dat heeft hij ook getoond. Ja. Keeper van Arsenal. Kijk, ik vond het niet zo sportief wat hij deed met die bal. Met die penalty van Tchouameni. Heb je gezien wat hij deed? Ja, hij schoot die bal weg. Hij schoot die bal weg. Ja. Maar dat hoort er ook bij, hè? Hoort er ook een beetje bij. Het is onsportief, maar het hoort bij Argentijnen. Maar, had jij die bal opgehaald? Hij had die bal niet moeten ophalen. Ja, die had ik nooit opgehaald. Nee, natuurlijk niet. Zelf al lekker liggen. Ja. Laat hem brengen. Maar daarom wordt Nederland nooit kampioen, omdat zij niet de intensiteit van ik zat bij de Bel gisteren en ik vond dat een beetje onsportief. En toen zeiden ze vroeger aan mij van, ja, jij had dat dan niet gedaan. Ik zeg nee. En toen zei die Vidarsson, dat was dus een IJslandse bondscoach die daar ook aan tafel zat. Trouwens bij Twente gespeeld. Ja, Vidarsson. Local Twente. Ja. Hele goede analist. Bondscoach tegenwoordig. Bondscoach van IJsland. Die zei van, ja, daarom winnen jullie nooit penalties. Ja. Met penalties. Ja. Dus, En jij hebt, je zei het net zelf al, Youri, aangeschoven ben je tijdens het WK aan veel talkshowtafels in België, maar ook in Nederland. Ik zag de energiekosten zijn hoog, hè. Dus, je moet wel. Ja, geen keus. Thuis op 0. En dan in een hotel liggen. Ja, nou dat ook nog. Ik kom hele maand in een hotel. Was je alleen daar? Mooi. Ja, ik was alleen daar, ja. Waarom vraag je dat? Nou, ik denk misschien met de temperaturen daar, dat het wat koud is alleen s'nachts. Nee, in Gent hebben ze mooie vrouwen, dat bedoel je te zeggen. Dat weet ik niet, ik ben er nooit geweest. Nee. Ik ken alleen Agent. Ja, maar je zat ook veel in, of een paar keer bij de NOS. En je bent ook herenigd aan de talkshowtafel met jouw vader. De moeder aller voetbalanalisten. Ja. Hoe was dat? Dat was al een paar weken daarvoor ook bij Ziggo Sport. Rondo, hè, dat is het programma waarvan... Maar dit was en plein publiek, zeg maar. Ja, maar Ziggo Sport is ook en plein publiek. Nee, oké. Meer kijkers dit keer. Iets marginaler, maar... Ja. Nee, dat was hartstikke leuk. Ja, en ik heb heel veel, zeg maar... Ja, mensen die vonden het toch leuk om... Paps weer een keer te zien, weet je wel. Dus, en hoe was dat? Want je durft je vader natuurlijk niet tegen te spreken op tv. Nee. Of wel? Jawel. Kwestie van respect. Nee. Hij was wel heel zuur, hè, negatief. Helemaal niet. Nee? Ik vond hem heel negatief. Nee. Over Nederland, over België. Nee. Met reden waarschijnlijk ook, want Nederland hebben we weinig van gezien. Goed, het Nederlandse voetbal. Qua attractiviteit. Ja, daar ben ik niet. Het resultaat is nog... Nee. Maar ja, dan is het toch niet zuurig of negatief? Je zegt nu zelf, je bent nu zelf dus zuurig en negatief. Ja, maar dan is het reëel misschien dan toch? Ja, maar jouw vader die brak het op... Dat is ook een stijlvorm bij je vader, hè? Ironie. Nee. Nee, oké, we gaan het terugkijken. Jouw vriend Van Hanegem doet niet anders. Die breekt alles af. Elke column, elk dingetje, alleen maar. Die doet dat alleen maar. Over alles. Eredivisie, spelers, nationaal, internationaal. Dan alles. Het is altijd negatief. Ja. Dus ik denk dat het... Het is een beetje nurks, hè, is het? Ja. Maar het zijn wel ook dan de liefhebbers van de schoonheid van de sport die dan teleurgesteld worden. Dat zal het zijn. Hey, Youri, bij de NOS, wat is daar gaande achter de schermen? Is het een soort kruisverhoor of zo? Nee. Nee. Ga jij even hier zitten? Nee, maar even ruilen. Nee, maar weet je wat? Ik zat te denken. Ik zat te denken, de NOS, achter de schermen is wat gebeurd blijkbaar. Maar weet jij daar iets van of niks? Of namen? Of hoor jij daar niks van? Nee, tuurlijk niet. In die tijd zat jij ook. Ja, maar het is grensoverschrijdend, zeggen ze. Maar wat, weet je niet wat? Geen idee, nee. Ik heb daar, maar weet je wat het is? Kijk, dat gaat op het niveau van redactie en misschien productie of zo. Maar ik kom daar... De analisten studio voetballen, wij komen daar goed. En... Jack van Gelder zei ook nooit iets dat hij wist. Kees Jans, maar niemand weet iets. Nee, maar Kees Jansma heb ik bijvoorbeeld niet meegemaakt. Dus, en Jack, ja, natuurlijk zal er misschien eens een keer tegen iemand iets gezegd worden. Maar ja, en dan is de vraag... Wat is het, hè? Nee, de vraag is dan of dat grensoverschrijdend is. En dan is het ook nog weer de vraag of het structureel is. Ja, en als dat zo is, hè, dat je steeds richting één iemand gewoon vervelend doet, dat kan natuurlijk niet. Dus zoals dat dan bij de Wereld Draait Door zou zijn gebeurd. Ja, maar ook mijn vader, die zat ook veel bij De Wereld Draait Door. Ik heb het wel aan hem gevraagd, maar die Die heeft daar ook eigenlijk niks. Nee, nooit wat van. Zoals Hugo Borst dat ook zei. Ja. En ja, maar ja, die zijn de hele dag bezig om zo'n programma voor te bereiden. De hitte van misschien, of de ergernis van, ja. De ergernis van misschien een presentator of zo. Als dingen niet goed zijn gegaan de avond ervoor, is misschien na het programma in een achterkamer of bij een vergadering of zo. Maar van mij op zo'n flikker. Want je zegt ook allerlei gekke dingen. Dus ja, dat moet ook weer. Maar goed, daar zijn wij dan niet bij, weet je wel. Nee. Maar gasten zijn daar niet bij. Maar je kunt er ook van de buitenkant niks over zeggen. Maar kennelijk, Wereld Draait Door, 70 klachten, dat is nogal wat voor 70 mensen. Dat is geen... dat halen wij niet. Dat halen wij net niet. Nou, jij kan er ook wat van, hoor. Maar als je gewoon kijkt naar, als je een meisje tegenwoordig even zegt, daarom wou ik nooit bijvoorbeeld, een meisje in Oldenzaal, dat doet Leonie, even de achternaam ben ik kwijt, damesbegeleider als zaakwaarnemer. Hè? Ja. Dat zou ik nooit hebben gedaan, daar was ik nooit aan begonnen. Maar je zegt één keer goed gespeeld en je tikt een keer zo tegen de kont, ja dan hang je al, als ze dat later zeggen, ja maar dat deed hij, dan krijg je de grootste problemen mee. Je kan helemaal niks meer. Joh. Dat jij zeg maar inderdaad een zaakwaarnemer van vrouwelijke voetballers. Ja, vrouwelijke werden vroeger al. Waarom doe je dat niet? Dat gaat fout. Binnen 5 minuten dan krijg je 3 jaar aan de ribben. Ja, maar nou ben jij geen type die dat ook zou doen. Denk ik. Nou, dat weet ik niet. Het ligt aan hoe ze eruit ziet. Ja, oké. Dat heeft te maken met het uiterlijk. Dat weet ik niet, maar het is levensgevaarlijk. Je hoeft maar iets te doen. En een vrouw zegt, heeft me lastig gevallen en is, dan ligt je hoofd op het hakblok. Ja, zo kan het gaan in deze maatschappij. Maar hebben we hier vanavond geen last van. Ik zie 95% mannen, dus dat gaat goed. Ja, dat is zo. Dat had wel wat beter gekund, maar goed. FC Twente zit in Costa Rica. Het afscheid van Bryan Ruiz. Youri, jij hebt Bryan Ruiz natuurlijk meegemaakt in je periode dat jij daar als assistent-trainer werkte. Jouw gevoel nog even bij deze sterspeler? Ik vond het een geweldige speler. Dat ten eerste, hij heeft Twente kampioen gemaakt. Ik kwam toen het jaar daarna, toen Co Adriaanse ook coach was. Ja. En toen had hij de WK ook gespeeld. Of was het met Prudhomme? Met Prudhomme wonnen ze de beker een jaar later. Ja. Met McLaren. Geen kampioenschap mis bij Ajax. Ja, als jullie me niet laten uitpraten. Nee, maar even helpen. Ronnie moet zo weg. Nee, maar Ruiz was er nog heel even toen jij kwam. Of niet? Ja, hij ging toen naar Fulham. Ja, dat was het. Ja. Maar hij werd kampioen met McLaren, daarna de beker met Prudhomme. En toen Co Adriaanse. En in de voorbereiding is hij naar Fulham gegaan. Goeie speler, hè? Geweldige speler. Maar hij kwam wat later, omdat hij van die WK terugkwam. En toen moest hij een beetje individueel trainen eerst. En dat heb ik toen met hem gedaan. Maar ik vond het geweldig een leuke jongen ook. Ja. Dus een hele fijn mens. Ja, sociale jongen. Sociaal. Ja. En toen hebben wij die... even kijken, dat was de Supercup in de Arena tegen Ajax. En dan maakte hij die geweldige goal. Ja. Maar hij begon vanaf de bank. En toen kwam hij erin en toen schoot hij die bal in de kruising. Als je die goal ziet gisteravond van hem, of zaterdag, die 1-0 die hij maakt, dan zie je nog weer de klas aan af hoe die schiet. Ja. Iemand legt hem even terug, 16, pam, en één keer aan het schot. Hij heeft gewoon de WK, heeft hij gespeeld. Hè? Ja, heeft hij nog gespeeld, ja. Nog heel even meegepikt met Costa Rica. Heel goed gezien door Kraan, door die Belgische scout en Wielaert. Die twee hebben hem gezien. En nog een paar keer kijken en toen nog een paar keer. En toen hebben ze hem uiteindelijk wel gehaald. Dat is knap gezien. Ja, uiteindelijk... Ze wilden eerst een ander hebben, hè? Cissé, die ging naar Feyenoord. Ja. Ja, dat is last van zijn teen, die heeft nooit meer gespeeld daar. Nee. Toeval speelt vaak een rol, hè? Ja. Dat moesten ze op zoek. En, maar goed, afscheidswedstrijd 2-2. Mooi eerbetoon. Dat past ook bij die jongen. Hè? Dat is mooi dat het zo... Tuurlijk man, zo'n viel in. Maakt ook nog een doelpuntje. 15 jaar. Ja. Prachtig toch? Ja. En dan hoor je op de achtergrond nog de verhalen over Jan Streuer, de technisch directeur, die we laatst nog hier aan tafel hadden. Toen zei hij van, liet hij eigenlijk een beetje doorschemeren. Als Twente mij wil houden, dan blijf ik. Hè. Dat is geen kwestie die heel moeilijk zou moeten zijn. Maar dat zal ook gebeuren, René. We gaan met z'n drieën bij de dominee eten als Jan niet nog een jaartje blijft. Dan betaal ik. Hier bij dit prachtig mooie restaurant. Ja, natuurlijk. Bij dit prachtige restaurant. Waar je top kunt eten, moet ik even bij vertellen. Dus daar zullen jullie nog van opkijken. Jij hebt hier wel eens gegeten of niet? Nee. Nou, dat wordt dan tijd. Jij ook niet? Nee, ik heb net gehoord dat ze 5 verschillende vegetarische gerechten hebben. Jan blijft nog een jaar. Jij bent ook vegetariër tegenwoordig. Ja. Nou ja. Ja. Jan blijft nog een jaartje. Noemen ze dit sluikreclame? Nee joh. Nee, gewoon open en bloot. Gewoon de waarheid. Maar nog een jaartje. Ja, ja, oké. Okay. En wat gaat er dan gebeuren met Van der Kraan? Want die zou dan eigenlijk parallel moeten blijven. Als ze daar goede voor kunnen vinden, dan doen ze dat. Maar dat is niet zo makkelijk. Nee. Wil hij überhaupt nog of niet? Of heeft hij inmiddels gezegd dat hij niet meer wilde? Of? Ja, Paul die wilde wel liefst als kan. En dan komt de goede opvolger is hij weg. Maar als hij er echt weer niet is, weet ik niet of hij zo'n Twente had heeft dat hij nog weer een jaar of een half jaar wil doen. Ja, briefjes wat je allemaal moet zeggen. Dus, oh ja, we hebben nog 3 minuten. Ja, staat hier. Ja, we moeten zo nog even wat prijzen bekendmaken. Maar... Tom Egbers doet dit altijd... Ja, die doet het van de auto. Ja. Ik wil de sfeer niet bederven, Youri, maar Schalke 04 is de afgetekende hekkensluiter in de Bundesliga. Jij bent daar aan verbonden. Gaan jullie nog iets doen? Want er zijn ook veel Twentse Schalke-fans, zoals je weet. In de pauze, in de winterpauze. Het is de bedoeling van wel. Ja. Dus dat is, maar ook niet, ik denk niet dat het goed is dat je heel veel spelers gaat halen. Want dat hebben we de afgelopen 1,5 jaar zijn er 100 transfers gedaan. En dat is een ongelooflijk veel werk is dat geweest. Ook voor het sportieve management. Ja. Roeven Schreuder, die is ook gestopt. Die is, ik bedoel, het is wel goed om denk ik iets van een impuls erin te krijgen. We hebben wat snelheid nodig voorin bijvoorbeeld. Ja. Maar we hebben nu een nieuwe trainer. Sinds 3 wedstrijden. En we zitten nu in de voorbereiding. En ik heb zo'n gevoel dat hij... ik zag aan die 3 wedstrijden al wel een verschil met hoe het ervoor was. Ja, okay. Dus verbetering. Hoop doet leven. Ja, gewoon het elftal stond beter. En ook, ik weet niet, gewoon de betere elftal ook gekozen. Weet je wel, dus hij... Ja, ik denk dat hij goed traint. Ja. Dus ik zie dat nog niet. De kans is best groot dat we degraderen. Ja. We staan geloof ik 4 punten achter op nummer 17. Ja, je moet heel hard inhalen. Daarboven staat het wel heel dicht bij elkaar. En 2 eruit? Dus het wordt 2 eruit en eentje... Relegationsspiel nog in. Ja, en eentje, nummer 16 speelt als een play-off. Ja. Maar ja, we gaan daar alles aan doen. 19 wedstrijden nog. Jammer zijn. Ja. Ja, maar je moet wel ergens ook weer rekening mee houden. Ja. En dan moet je daar ook beleid op maken. En dat gebeurt wel. En dus het is niet anders. Kijk, je ziet ook aan de Bundesliga dat het gewoon een hele sterke competitie is. Er zijn niet voor niks 8 clubs overwinteren in Europa. En dat zegt iets over de kracht van die competitie. Al kun je ook alweer stellen dat het Duitse elftal er vrij snel uit lag. Ja. Hè? Maar goed, die hadden ook een beetje pech, moet ik zeggen. Want die speelden wel goed, vond ik. Musiala was goed, hè? Geweldig, geweldig. Ja, maar als je gisteren naar de WK-finale kijkt, daar speelden dus ook bij Frankrijk... er komen wat spelers in het veld. Ja. Moani en Touram, die spelen bij Frankfurt en Mönchengladbach. Ja, dat is ook allemaal Bundesliga. Ja. Koeman. Ja. Dat waren de beste. Ja, de invaller Koeman ook met het afpakken van de bal van Messi. Nee, dus het wordt een lastige klus voor ons, maar we geven niet op. We geven niet op. Nee, zo mogen we dat horen. Ja. Duits. Kampfgeist und Laufpensum en vooral duelkracht ook. We hebben nog wat cadeautjes te vergeven. Dat heeft u in de vorige aflevering gehoord. De schoenen van Sem Stein die zijn gewonnen door Jules Trap. Jules, komen in jouw richting. En we hebben de wondersloffen dus van Sem Stein. En we hebben... nieuwe nummer 10 speler. Ja, nieuwe nummer 10. Ja, leuke speler. Ja, de nieuwe, hij was toch al de nummer 10? Oh, je moet in de basis. Ja, basis. Ja. Dat zou toch wel moeten. Ja. Of Vlap moet zich nadrukkelijk verbeteren. Ik kan toch allebei ook wel? Kan ook, hè? Dat heeft hij al gedaan. Ik heb Sarilek, Seruki en Stein. Ja. Normaal gesproken. Ja. En we hebben de Van der Valk-bon voor Pien Smeets. Pien, die komen in jouw richting. Wat krijgt zij dan precies? Te waarde voor 2 personen, een diner bij Van der Valk. Diner bij Van der Valk. Overnachting of niet? Ligt aan hoe ze eruit ziet. Oké. Nou, Pien, stuur even de foto van je mee. En Pien klinkt op zich jong. Ik kom uit de tijd van Annie, José, Irma en dit is Pien. Dus het zal zijn 30 denk ik. Maar jij bent een oude lul, dan wil je dan niet met je jong blaadje... Marcel Boekhoorn zei altijd, alles lukt. Ja, oké. Als je maar wil. Ja. Als je maar wil. Jongen, waar gaat dit in hemelsnaam naartoe? Kijk, gisteravond. Maar goed dat het de laatste aflevering is. Even een jeugdsentiment. Gisteravond in WK gekeken en zie je de Dolly Dots. Dolly Dots, ja. Ah, in de mooie tijd, man. Oh, en werden ze, en allemaal gelang dat het concert duurde, werden ze steeds blauwer, want naar die hele strakke pakjes aan. Dus die hielden natuurlijk, die zaten helemaal zo vast in dat pakje. Die werden helemaal blauw. Everybody als ik het terugdenk aan die tijd. Ja, nou ja, door Dolly Dots. Die Esther, hoe heet ze? Die donk bij de donkere haar. Ja, Esther Oosterbeek. Die was erbij gisteren. Oh man, die zijn 60. Fantastisch om te zien, man. Ja. Heb je daar dromen van gehad vroeger? Ja, vond ik mooi. Ja, ik vond het mooi. Ja, is dat ook weer afgekaart? Youri, jij hebt het waarschijnlijk niet gezien omdat je in België zat en ook aan de talkshowtafel in Nederland. Ja. Heracles Almelo 8-1 gewonnen van de week. Oh, dat heb ik niet gezien. 8-1. Ja, er zit schwung in. Ja, dat is niet meer over te hebben eigenlijk. Die gaan gewoon door, hè? Tegen Reutem. Nou ja, Dordrecht. Ja. Dordrecht. Ja. Maar dat gaat... Ja, die hebben zo... Die spelen alweer, hè? Ja. Keuken, KKD. Die hebben vorige week een keer weer gespeeld. Ja. Maar die gaan... 8-1, goed zeg. Gaan als... Gaat wel over Youri. Hij kijkt, je lacht je... Publiek wegdenken, stadion wegdenken en dan zie je die 22 en je gaat naar Vlering en Reutem. Is zelfs alleen deze trainer elke dag, dat is het verschil. Dat Dordrecht geeft doelpunten weg. Ja. Ah, dat is toch echt om te lachen. Dat is echt om te lachen. Ja. Nee, wees eerlijk, dat kan toch niet. Nee, maar dat is het niveau van... die keeper die duikt, die bal zit erin, duikt hij nog, die van Dordrecht. Ik zat er al in. Comedy keepers. Ja. In de Heracles wordt met... kampioen. Ja, en dat is maar goed ook, want dan krijgen we de derby weer volgend jaar. Als je van binnen kijkt, is dat beter. Het is toch knap, want het is altijd lastig om als je, goed ik weet het, om als je eruit vliegt, om het dan gelijk weer, dat alles weer in de club. Nou ja, het gevaar is dat iedereen negatief wordt en iedereen... Ja, dat er geen goede stemming komt. En ik heb wel het gevoel, ook met Nico Jan, dat hij daar weer de boel opgepakt heeft. Dat is belangrijk, dat daar een nieuw, frisse elan ook weer in is gekomen. En ook met hem. En ja, dat betaalt zich dan nu langzaam wel een beetje uit. Ja, zij gaan hetzelfde doen wat FC Twente een paar jaar geleden en Schalke vorig jaar hebben gedaan. Dus gelijk weer terug in 1 jaar. Ja, maar de vraag is dan of ze het vervolgens kunnen redden in het eerste seizoen weer. Maar dat gaan we allemaal beleven. Ja, we zijn er alweer door. Hebben we binnenkort, hebben we in 2023 hebben we de eerste aflevering, ben ik er zelf. 9 januari. Dan hebben we, 9 januari. Wie hebben we dan aan de talkshow? Jan van Staar en Jules Rijmerink. Oudspeler van Twente en ja, Osnabrück geloof ik nog. Osnabrück gezeten, Duitsland, ja. Jules komt uit Oldenzaal. Oké. Dus die is dan ook onze gast. Ja. En hebben we nog wat jullie ook, wat kerstwensen voor de mensen? Moeten we dat nog even officieel doen? Kerstwensen, gelukkig nieuwjaar, dames en heren. Het was weer een geweldig seizoen met voetbaltijd. Youri, wil jij daar nog iets over zeggen? Ik wens iedereen een warm kerstfeest. Want ja, het is... Ja. Goed, het is nu al, valt het wel weer mee, maar weet je wat, dus, de verwarmingen en zo is toch allemaal duur en zo, dus ik weet je wat... Ja, maar zo. Dus, ja, nee, je moet ook met de medemensen moet je rekening houden. Weet je wat Gary Lineker gisteren, hoe die afsloot bij de BBC? Merry Christmassy. Ah ja, mooi. Ja. Goed gevonden. Ja. Woordspeling. Ja. Dus zeggen wij dat ook maar, dames en heren, Merry Christmassy, veel gezondheid en een fantastisch 2023. En tot in dat nieuwe jaar met voetbaltijd. Tot ziens, tot dan.